allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Parenpraat TV. We gaan vandaag iets heel erg leuks doen. We gaan shoppen bij mijn allergrootste lievelingswinkel, de Applejack. Wil je weten wat we allemaal gaan kopen? Kom er weer naar binnen. Oh, daar zijn we weer, de Applejack. Maar ik kijk nu omheen en het is helemaal vernieuwd, want de balie is nu hier en die stond daar. Hier hangen veel meer kleren. Wow, ik ben helemaal flabbergasted. Ik ben ook een beetje een online shopper. Ik shop heel veel online op Applejack. Het gaat heel erg makkelijk. Het is ook heel snel bij je thuis bezorgd. Maar eigenlijk, om echt naar de winkel te gaan, is veel leuker. Alleen als je zo binnenkomt, denk je echt, waar moet ik beginnen? Ik heb wel een lijstje wat ik allemaal nodig heb. Maar ik ga even een mandje pakken. Even kijken. Wacht, we pakken het grote mandje. Kijk. Hier past lekker veel in. Oké, borstels. We moeten als eerst naar de borstels. Want eens in de zoveel tijd vervang ik mijn hele borstelset. Want ja, borstels kun je niet echt heel goed wassen. Ja, af en toe kun je ze wel wassen. Maar af en toe je borstelset vervangen is een heel goed idee. Is alles weer helemaal fris, lekker nieuw. De paarden vinden het heerlijk. Even kijken waar de borstels zijn. Hier. Oh, kijk hoe nieuw en mooi. Wow. Oké, dit was eerst allemaal daar aan die muur. Maar nu hangt het echt veel netter en helemaal in bakjes. Oké, een harde borstel. Een harde borstel is super belangrijk. Oh, ik begin eigenlijk helemaal in de verkeerde volgorde, want je begint natuurlijk met een rosborstel. Je moet even op zoek naar een rosborstel. En ik vind dus die rosborstels. Oh, deze is mooi. Met glittertjes. Wauw, ze hebben helemaal een glittereditie. Oh, die is ook cool. Heb je ook een manenkam van? Oh, en harde borstels. Wacht, dan gaan we deze verwisselen. Oké, ik hou dus heel erg van een harde rosborstel, want dat vindt George heel lekker en Eve vindt ook heel lekker. Maar je kunt ze ook kopen in een rubberen versie, want sommige paarden vinden dit harde niet heel erg lekker. Dus dan koop je een rubberen, maar ik koop lekker een harde, want dat vinden de paarden heel erg lekker. Eigenlijk moet ik zo meteen twee setjes maken, want George is wit. En als ik dan met een witte borstel op een bruin paard ga borstelen, is Eve helemaal wit. Dus dat is heel irritant van een witte kleur, want al die haartjes zie je overal. Maar dan ga ik denk ik voor George de glittereditie maken. Oh, deze is echt mooi, de glittereditie. Kijk, neem ik deze er ook bij. Deze harde borstel is echt vet lekker. Want hij is hard, maar niet te hard. Oké, deze. Kijk, en dan pak ik ook een kleintje. Want ja, George vindt het niet zo lekker om op zijn hoofd gepoetst te worden. Eve vindt het ook soms irritant. Maar zo'n klein borsteltje is dan veel lekkerder. Dus die gaat er ook bij. En dan moet ik even op zoek. Och, ik ga even kijken of hier om de hoek nog meer is. Oh ja, hier hangen nog helemaal elastiekjes en sponsen. Oh ja, allemaal wedstrijdspullen. Ja, dit zie je dus de hele tijd dat je hier knotjes mee kunt maken. Dat zijn dus van die pinnen. En dan doe je die pinnen erin en dan klap je het om. Dat schijnt helemaal nieuw te zijn. Ik heb dat nog nooit gedaan. Even kijken hoor. Oh ja, deze kan ik ook wel nieuw gebruiken. Dit kammetje gebruik je als je een vlechtje wil maken. Dus dan weet je precies hoe je knotjes even uit elkaar staan. Dit is top en dan heb ik dus ook, oh ja, een naald nog nodig. Kijk, een nieuw draad is ook handig. Want ik moet binnenkort een hengstenshow rijden met George. Een hele gave show. En dan moet ik weer knotjes maken. En een bak elastiekjes. Even kijken hoor. Ik moet dus eigenlijk die van het eigen merk hebben, hier van Applejack. Want die knappen dus niet. Want soms heb je elastiekjes, die knappen de hele tijd. Maar, nou, volgens mij zijn dit wel de goede. Dit zijn iets dikkere. Oké, top. Oké, wacht. Ik heb een beter idee. De glitterborstels worden Eve, zeg je. Want Eve is natuurlijk meer een prinses. En dan maken we voor George maken we een grijze borstelset. Die zijn ook heel mooi, maar die passen ook heel erg mooi bij zijn haren. Die grijze haren. Dus dan doen we deze voor George. Een harde borstel voor George. Ja, helemaal top. Nou, hier kan ik zijn hoofd ook wel mee borstelen. Dit is perfect. Even kijken of ik nog een rosborstel erbij kan zoeken. Ja, hier. Helemaal top. Zwart. Nou, past bij het grijs. Deze mag ook echt niet ontbreken in je poetstas. Want dit moet je als allerlaatste overheen doen. En dan gaan ze zo mooi glimmen. Dus hoppakee. In de mand. Hoevenvet, dat heb ik nodig, want de paarden staan in de zomer heel veel op de wei.
En dan worden de hoeven best wel droog en dan worden ze hard, gaan ze sneller brokkelen. Dus heel belangrijk dat je elke dag de hoeven van je paard invet. En kijk, deze heb ik heel lang gebruikt voor de voetjes van Yves. Die waren echt heel droog. Hydra hoef, dat werkt heel goed. En nu gebruik ik deze heel veel, de hoefbalsem. Die is heel erg relaxed. Even kijken hoor. Kijk, dat is dit spul en daar vet je ze heel mooi mee in. Huppatee, deze doe ik eventjes in de bak. Dit is echt niet normaal. Als je dit na het wassen in de staart of de manen doet, wordt het zo slag. Dan wordt het zo zacht. Het is echt zachter dan elke anti-klitspray van het duurste, beste merk. Dit is de allerbeste, dus ik ga er even 2 van bakken. Want dan heb ik weer even een voorraadje voor Yves en George. En nou, dit gaat er zo doorheen, want ik was de paarden best wel vaak. Maar echt, I love it. Koop dit. Tip. Wat we nodig hebben is een poetstas om al deze poetspullen in te doen. We gaan even kijken welke er allemaal zijn. Oh, heel veel soorten. Oh, deze is mooi. Oké, wacht. We gaan even alles wat we mooi vinden naast elkaar zetten. Deze vind ik mooi. Oh, deze is ook geniaal. Deze is ook echt geweldig. Wacht. Even kijken of die dan groot genoeg is. Deze. En deze. Oké, wacht. We gaan even kijken welke het handigste zijn. Ja, ik vind deze dus helemaal geweldig. Maar voor 2 paarden is hij misschien net even te klein. Maar ik ga even kijken hoeveel erin kan. Dit is toch... Deze is wel weer lekker groot. Maar ja, deze is ook groot. Dus deze 2 zijn even groot. Even kijken hoor. Oké, we gaan even kijken wat er allemaal in past in deze. Want als dit er allemaal in past. Hoefolie. Kijk, als dit er dus allemaal in past. Ook de borstels van Yves. Dan gaan we deze gewoon nemen. Ja, het gaat hoor. Het gaat. Dit is toch geniaal? Het is ook nog een keer vet handig. Kijk. Je kan gewoon zo je sabel pakken, je hoofdstel. Huppatee, laarzen. Ja, we gaan voor deze. Ik vind deze echt helemaal geweldig. Oké, ik ga hem in de tas doen. Die andere leg ik even terug. Hoppakee. Kijk, die gel zet ik zo hierin. Hier kan ik mijn vlechtspullen doen. Oh, je hebt ook nog allemaal vakjes. Ik ben hier zo blij mee. Kijk, al die vakjes. Hoppakee. Oh, kijk, zelfs de elastiekjes gaan nog hierin. Kijk, dit is echt geweldig. Met die unicorns. Geniale poetstas. Oké. Die hebben we compleet. Jongens, dit is dus onze nieuwe paardenpraatcollectie. Ik heb alles al, maar ik ben er zo blij mee. Kijk, we hebben heel vaak de vraag gehad, kunnen jullie alsjeblieft soms minder roze doen, minder glitters? Want we zijn jongens, we willen het ook dragen. Dus daarvoor hebben we voor dit gekozen, namelijk blauw en oranje. En als je een jongen bent, kun je dat heel goed aan. En als meisje zijn er ook, want die 2 kleuren, ik vind het hele mooie kleuren. Want oranje is natuurlijk de kleur van ons land, dus ik heb heel veel oranje aan bij de paarden. En dan hebben we nog gewoon een stoere, donkerblauw, geen kleuren erin. En... donkergroen met roze, die vind ik ook heel erg tof. En daarbij hebben we dus ook allemaal dekjes. En de broeken en de shirts en de kleren. Ja, echt heel vet. Super cool. En de mooiste trui hangt hier ook, de George trui. Heel vet. Kijk, je kan heel goed variëren ook, want kijk, een broek kan je wel meerdere dagen aan, maar als je bij de paarden bent, een shirt stinkt heel erg. Dus je hebt meerdere shirtjes die hier op 1 broek passen en dat vind ik dus heel erg cool. En dan natuurlijk nog deze donkerblauwe versie. En ik moet zeggen, we hebben natuurlijk een eerste collectie hier gehad. Nou, dat was leuk om te hebben, alleen nu is het wel echt next level, de stoffen zijn veel mooier. Dus ik ben heel benieuwd als jullie het aan hebben. Tag ons dan even op Instagram, paardenpraattv of Bridekker92. Want ik wil heel graag zien hoe jullie er allemaal uitzien in deze paardenpraat outfits. Esther en ik vinden het ontzettend leuk. Tag Applejack ook eventjes. En belangrijk om te weten, dit kun je echt alleen bij Applejack kopen. Dus ja, als je het aan hebt,
laat de foto's zien. Maak echt leuke foto's, dat vinden we heel erg leuk. Zo, kijk, ik pak even het dekje mee, want ik heb zo'n les met Yves. Dus dan kan ik meteen rijden met een nieuwe paardenset. Hoppatee. In de mat. Kijk, echt cool, want je hebt er dus ook een zweedeken bij. En ik ben zo trots dat we zo'n hele mooie nieuwe collectie hebben. Dit is echt zo'n hele lekkere zachte deken. Echt heel erg tof. Echt cool. Nou ja, zweedekens heb ik in ieder geval genoeg. Even kijken, ik moet nog wel een vliegendeken. Oh my god, wat ik nu zie is niet normaal. Wat is dit? Ik wou zeggen, ik heb nog een vliegendeken nodig. Oh, deze hals kun je er ook nog afhalen, dat is top. Oh my god, kijk dit. Zie je het dan bij George en Yves in de wei? Geniaal. Oké, we moeten hem zoeken in maat 195, want Yves en George hebben allebei maat 195. Waar is die? Oké, hebben ze jongens. Echt geniaal. Nu gaan we er een halvertje bij zoeken. Oké, dit halster bij die deken is geniaal. Dit is toch... Yves gaat echt shinen gewoon. Ik neem hem voor Yves. Voor George is het wel zielig roze en bandprint, dus hij wordt voor Yves. Oké, in de mand. Oh, kijk, deze shirtjes heb ik al. Even kijken hoor. Ja, deze twee shirtjes heb ik al. Die zijn echt super mooi. En ik wil dus nu heel graag een nieuw shirtje deze zomer. Ja, voor de wedstrijden, voor de shows. En ik zag... Oh, kijk, ik zie echt... Is hier een verschil in? Nee, dit zijn dezelfde. Oh, ik vind deze zo mooi, jongens. Dit shirtje is echt super gaaf voor wedstrijden of voor shows. Maar deze is ook weer heel vet. Maar aan de andere kant, de komende tijd wordt het heel erg warm. Dus dan heb je denk ik meer aan een t-shirtje. En... ik ga voor deze, denk ik. Ja, we gaan voor een t-shirt, want die kan je ook weer onder je wedstrijdjasje doen. En ik heb dus, wat ik zei, een hele grote belangrijke show met George. Ook Horse Vent en alles komt er weer aan. Dus dan is deze belangrijk, dus die kan in de mand. Als laatste wil ik nog eigenlijk één tof setje kopen voor of George of Yves. Gewoon met een dekje en beenkappen of bandages. Dus dan moeten we naar achter. Dat is eigenlijk mijn lievelingsplek van de winkel. Daar heb je alles voor je paard wat betreft. De beenkappen, de dekjes, allongeerspullen. Kom toch aan. Je blijft ook gewoon rondkijken hier. Hè? Als je mij hier alleen laat, dan ben ik er nog uren en uren. Oké, die band is zwaar geworden. Hoppatee, even naar boven tillen. Een paardenwinkel is gewoon het allerleukste wat er is. En normaal moet ik altijd mijn ogen op de camera houden. Maar ik kan gewoon hier niet om me heen kijken. We gaan eens op zoek. Ik laat het mandje even hier staan. Naar één setje voor George of Yves. Wow, deze is vet mooi. Deze is echt mooi. Die zou zo mooi op George staan. Ik heb dus ook allemaal... grijze bandages, dus ik neem deze even in optie. Dit is echt de allermooiste die ik gezien heb. Maar misschien vind ik nog een mooie. Oh, je kan niet stoppen met die glitters. Wow, deze is ook super vet. Wauw. Dit is ook echt gaaf, zeg. Dit is echt vet. Deze glittert helemaal. En deze kan ook op Yves en op George. Oké, deze houden we ook even apart. En wat deze lekker heeft, is dat het hier wat dikker is. En hier is het ook wat dikker, dus dat is super mooi. Oké. Oh, met oranje is ook altijd cool. Ja, jongens, alles wat glittert vind ik mooi. Dat is een beetje het probleem. En er glittert zoveel. Oké, jongens, we zijn bepakt en bezakt. Ik ben heel benieuwd wat jullie allemaal gaan shoppen. Laat het vooral eventjes weten op Instagram of in de reacties hier onder de video. En wat jullie het leukste vonden wat ik gekocht heb, laat dat ook eventjes weten. Voor nu, dankjewel voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog als je een leuke video vond. Ik ga naar de paarden, allemaal nieuwe spullen, super blij. Tot volgende week, doei!